95% van alle zoekopdrachten resulteert in een klik. Nu nog maar 58%. Op YouTube zie je dat langere video's gepusht worden door het algoritme. Ze hebben daar YouTube Shorts. En dat zijn eigenlijk gewoon TikTok-filmpjes, 15 seconden. Maar het is NOS Jeugdjournaal. Die heeft de meeste views. Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op 7D-TV. En als je luistert, ook van harte welkom als je luistert naar de podcast van 7D-TV. Ik werk heel graag samen met 5PM. Dat is een bureau en die doen het een en ander op het gebied van YouTube. En YouTube is voor ondernemers steeds belangrijker. Dus ik heb ze gevraagd om met mij video's te maken waarin zij ons op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt bij YouTube. Dat gaan we in deze aflevering dus ook doen. En bij mij Peter Minkjan van 5PM. Van harte welkom, Peter. Dankjewel. Wat doet 5PM precies? 5PM is 2 jaar geleden begonnen. Ik ben een van de oprichters en wij helpen merken en uitgevers aan succes op YouTube. Heel kort. Ja, dat, en heel veel mensen die weten, die, als ik het wel eens uitleg aan mensen, ja. Zeg, is daar ook al een bureau voor? Ja, was juist nou een inzicht. Toen zei er is nog geen bureau voor. Dat ja. Waarom is er nog geen bureau voor? Ja, want veel van jullie komen uit de achtergrond bij RTL, hè? Ja, we kennen elkaar alle vier. We zijn met z'n vier hebben het opgericht. Hebben bij RTL gewerkt. De drie anderen hebben onder andere de RTL MCN, de multichannel netwerk, opgezet. Waar toen de tijd allemaal die influencers bij zaten. Dat is ondertussen... samen gaan met DiviMove, dus dat bestaat niet meer. Ja. Ik deed zelf daar de social media strategie, dus Facebook, Instagram en andere netwerken. En we kwamen steeds meer met elkaar in gesprek over hoe kunnen we dit ook voor andere uitgevers, kunnen we dit ook voor anderen doen. En toen zei ik van, nou, dat is toch, die markt is er vast helemaal vol en andere zaken. En wat je toen zag, en dat was voor mij echt de inzicht van, dat is het niet. Nee. En daar is vast vraag naar, omdat YouTube zo ontzettend populair is. Ja, en dat bleek. Ja, nee. En nu inmiddels aangevuld op met een... Want jullie geven, zeg maar, eigenlijk advies en insights van hoe kun je YouTube-channel nou goed inrichten. En zometeen heb je 5 leuke dingen meegenomen om dat meteen concreet te maken. Maar inmiddels heb je ook, zeg maar, een soort van productietak eraan gekoppeld. Hè? Catwise of zo? Ja, Studio Catwise. En dat is gewoon maken. Dat is het produceren van de video's. Zijn we samen met Frank de Wit, die van bij Animal Beyond dat deed, zijn we dat samengesteld. Want wij kregen heel vaak de vraag, hey, mooie adviezen, goede adviezen, van hiermee moeten we aan de slag. Ken je ook een productiebureau? Ja. Nou, en die kenden wij en we werken ook nog steeds met veel productiebureaus samen. Maar die vraag hebben we dus ook nu zelf met Studio Catwise. En dat loopt eigenlijk ook hartstikke goed. En ook, net zoals dat wij dat proberen vanuit data, proberen wij advies te geven welke video's je het beste kan maken en basis van inzichten en niet vanuit onderbuikgevoel. Nou, dit is het marketingpraatje van 5PM. Proberen we dat ook met Catwise te doen. Dus echt search-driven, data-driven video's maken waar mensen echt naar zoeken en op die manier. Ja, het is wel gaaf. Ik snap marketingpraatje, maar wij werken ook samen. Ja, we zijn daar heel transparant over. Ja. En daarom maken we deze mooie video's ook. Ja. Voor wat hoort wat. Maar wat ik ook leuk vond, is dat ik ooit met een van uw collega's sprak en toen zei ik van, toen zei ik van, joh, misschien moeten we eens kijken of we zo en zo laat de video's kunnen publiceren als tijdstip. Ja. En onderbuik. Ja. Waarop ik ook zo'n hele droge, nou, wij zijn meer van de data. Dus ik heb even gecheckt en 8 uur 's avonds is het beste tijdstip. Ja. Punt, weet je wel. Ja, nee, want klopt. Dat zie je gewoon. Ja. Ja, dus dat soort insights zijn natuurlijk echt geweldig. En heel veel bedrijven, ja, die doen maar wat op YouTube. Nou ja, gek genoeg eigenlijk wel. Er wordt wel veel geld ingestopt. Advertenties, influencers. Maar echt het optimaliseren van je video's zodat ze beter scoren. Ja. Dat is nog een wereld te winnen. En die winnen wij dus samen met onze klanten. Ja, heel goed. Nou, 5 dingen die je hebt meegenomen. Ja. 5, laten we even insights noemen. De eerste om mee te beginnen. YouTube video's in Google zoekresultaten. Wat kun je erover zeggen? Ja, nou, er is een mooi onderzoek geweest van Milestone, SEO bedrijf. Ik kwam er tegen via searchenginejournal.com. Dus ik ken het niet zelf. Maar die hebben een whitepaper geschreven. Wat is het effect van rijke resultaten in Google zoekresultaten? En die rijke resultaten, dat zijn eigenlijk alle resultaten die niet gewoon een tekstje en een linkje zijn. Dus Google Maps, Q&A, receptencarousels, videocarousels. Dus mediatechnisch rijk bedoel je? Ja, inderdaad. Dus verrijkte onderzoek. En daar bleek ten eerste, wat ik heel interessant vind, en dat zie je, dat in 2011 zijn ze mee begonnen. Toen was 95% van alle kliks in Google, of van alle zoekopdrachten, resulteerde in een klik. Nu nog maar 58%. Aha. Dus je ziet dat Google steeds meer direct antwoord geeft. Aha, ja. Dus stel als ik nu een uitslag van de voetbalwedstrijd wil, dan zie je die eigenlijk meteen in. Dus hoef je niet meer door te klikken. Nee, hoe oud is Donald Trump? Wordt heel veel opgezocht. Volgens mij 74. Maar dan zie je dat in, dan kun je ook googlen. En een van die rijke resultaten is dus ook video's.
En als die verschijnen, dat is in meer dan een kwart van het geval nu al. Dus meer dan 25% van alle zoekresultaten zie je een video. En die kan zelfs vaak. Ja. Of drie naast elkaar of eentje helemaal prominent bovenin. En 60% van de mensen die dat zien, die klikt op een video. Dus het ongeveer 12,5% van alle kliks, 12-15%, zijn nu voor video's. En van die video's is weer 90% YouTube. En dat scoort dus boven gemiddeld als je het vergelijkt met de andere zoekresultaten die je dus ziet. Ja, absoluut. Ja, logisch. Ja. Of trouwens, mensen zijn dus veel visueler ingesteld. Nou, Google personaliseert dat. Maar als jij altijd op video's klikt, dan zou je vaak een video krijgen. Als je dat nooit doet, dan zou je dat niet doen. Maar over het algemeen zie je dat het heel erg verschilt wat voor type zoekopdracht jij doet. Ja. Bijvoorbeeld transactioneel, dus echt een serienummer. Dan krijg je Google Shopping Ads, dan krijg je minder video's. Maar heel veel mensen zoeken toch eerst een review of andere zaken voordat ze een product aankopen. Dan krijg je dat. Heel veel mensen doen ook al een zoekopdracht met YouTube, zodat ze video's willen. Dan krijg je eigenlijk alleen maar video's. Maar video's, dat aandeel wordt echt alleen maar groter. Dus van belang als je nadenkt en met video aan de slag gaat om het ook als SEO-wise te beschouwen. SEO-wise, ja. Ja, wat wij zien voor klanten, die hebben enorm geïnvesteerd in hun tekst en dat hun domein. En opeens komen daar een rij video's boven. En dat zijn dan vaak nog goedwillende amateurs of hun concurrenten. En dan zeggen we, hey, deze SEO-kans moet je echt grijpen. Ja. Nou, wij maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van. Ja. Als we kijken naar 7DTV, van dat krijg ik heel vaak van mensen googelen natuurlijk best wel vaak zichzelf. Ja. Ik doe dat nooit. Nee. Maar er zijn, zeg maar mensen die dat doen. En dan zie je dat wij met 7DTV echt enorm scoren. Want omdat we kwalitatief het heel goed doen. En je scoort dan op Pietje Puk en huppakee. Dan zie je het interview van 7DTV scoort dan bovenaan. Ja, inderdaad. Dat zie je. En ik heb dus toegang tot jouw analytics. Ik zie ook bepaalde mensen, als die op tv zijn geweest, dan gaan ze daarnaar zoeken. En dan komt 7D weer boven. Dus je ziet ook een spike vaak van oude gasten. Oké, helder. Ja. Twee. En dat vond ik ook wel een leuke die je had meegenomen. Want sommige mensen denken nog steeds, oh ja, YouTube, dat is een kattenfilmpje. Ja. En dat duurt dan 30 seconden of een minuut. Maar de teasing titel die jij mij mailde was, YouTube niet voor korte video's. Leg uit. Nou, dat zien wij ook heel vaak als een veelgemaakte fout. Als je organisch wil scoren, dan zien wij keer op keer winnen langere video's die mensen vasthoudt. Dus lang kijkt. Je kan wel een video van 30 minuten, maar als iedereen na een minuut weg is, dan heb je dat nog niet. Zien wij de video's die de meeste kijktijd kunnen genereren boven video's die korter zijn en waar mensen eerder afhaken. Oftewel gewoon langer zijn dus. Ja, dus langer. Dus we hebben dat ook op basis van data. Hebben we ook een blogartikel geschreven. Wat je ziet is gewoon dat de meeste video views langere video's doen. Dus. En dan zie je, nou, bijvoorbeeld StukTV, die plaatst nu ook al video's van bijna een half uur, zeg maar. Dus en waar dat verleden allemaal nog 4-5 minuten was, 2-3 minuten, denken veel merken dat er ook van, hey, we moeten kort snappy. Ja. En dan, ik heb echt al de afgelopen jaren, we hebben toch allemaal de aandachtspannen van een goudvis. Ja, die hoor je heel vaak, ja. Dat klopt helemaal niet, is een mythe trouwens. Maar, want dan denk je, jij kijkt toch ook wel Netflix of een ander zin? Als het je boeit. Als het je boeit, ja. En dat zie je ook op YouTube, zie je dat langere video's gepusht worden door het algoritme, want uiteindelijk wil YouTube de mensen zoveel mogelijk vasthouden daarbij. Wel interessant om dan weer te zien als je kijkt naar de Google zoekresultaten, dan doen iets kortere video's het wel weer beter, maar toch hadden we wel 3 minuten plus. Ja. Waarom? Omdat Google eigenlijk het beste antwoord wil geven. En dat kan ook in 3 minuten. Dus een how-to over hoe je een batterij vervangt in een afstandsbediening hoeft niet 3 kwartier te duren. Nee. Die kan ook gewoon in 2-3 minuten of korter. Maar binnen YouTube zie je diezelfde als je daar op zoekt dat langere video's dan weer bovenaan staan. Nee. Maar is er iets te zeggen over een absolute ideale lengte, zeg maar, op YouTube? Algoritme technisch? Dat verschilt heel erg per categorie. We zeggen altijd, take as long as your story needs. Maar als het langer kan, kan het wel. Maar we houden altijd een minimum van 3 minuten aan. 6-7 minuten is eigenlijk perfect. En als je het echt kan, boven de 10 minuten wel. Dus en dan is het dus zaak dat het kwalitatief is voor degene die kijken, waardoor ze lang kijken. Ja. Want met name ook de kijktijd in relatie tot de lengte, is dat van belang? Ja, dat is heel erg van belang. Ja. Dus de average view duration of de audience retention, hoe lang mensen kijken, dat is heel erg van belang. En als je dat kan verbeteren, dus mensen waar haken mensen af? Hoe kunnen we dat verbeteren voor bepaalde video's? Daar zijn we eigenlijk heel druk mee bezig. Ja, ik moet meteen lachen, want ook hier wil je wel leuk van, want er zitten allemaal ondernemers te kijken. En hoe praktisch, ik weet het toen jullie kwam. Ja. Zeiden, kijk eens, je ziet heel veel piek bij jou in het begin van de video. Toen was ik nog heel trots. Ja, dat is goed, hè? Toen zeiden jullie, nou, dat betekent eigenlijk, die piek betekent dat er heel veel mensen snel weg zijn. Ja. Omdat ik had gewoon de eerste 30 seconden eigenlijk niks. Ja, liedertjes. Ja, liedertjes, en ja. Animatietjes. Dat zien we heel erg, heel vaak. Hebben jullie er echt uitgerost bij mij. En nu beginnen al onze video's meteen bam. Met
snippet. Meteen met een snippet uit het interview. En je ziet dus eigenlijk dat creators, zoals Enzo Knol, Stuk TV, al die andere bekenden, die snappen dat. Dus kijk eens hoe zij video's opbouwen met attentiespannen. Dat is geen verhaal van 30 minuten zoals een tv-programma kan. Nee. Mensen moeten boeien. Die eerste 30 seconden zijn cruciaal. Dan is het een view. En als mensen dan blijven hangen, dan heb je goud in handen. En heel simpel, gewoon logisch. Waar haken mensen af? Soms zie je ook piekjes dat mensen weer terugspoelen. Want dan is het niet duidelijk genoeg. En dat zie je ook in de comments. Ja. Dus eigenlijk op basis van die feedback die YouTube jezelf geeft. En ook met logisch nadenken kom je al een heel eind. Ja. Kun je eigenlijk je video's stuk voor stuk gewoon eigenlijk verbeteren. Ja. Het volgende punt. YouTube gaat concurrentie aan met TikTok. Ik het even heel plat sla. Ja, vertel. Klopt. YouTube ziet ook en Google ziet ook de enorme populariteit van TikTok. En TikTok is eigenlijk een heel ander platform dan YouTube dat is. Ja. En daarom denk ik ook dat dit niet zo goed gaat werken op YouTube. Hm. Want ze hebben nu YouTube Shorts. Ze hebben ze net in India gelanceerd. Waarom in India? Daar is TikTok nu echt verboden. Dus wat Donald Trump in Amerika wou, hebben ze in India gewoon meteen doorgevoerd. Mag niet, uit de appstores, verboden. Dus ik denk dat is een goede markt. Engelstalig, kunnen we snel doen. Ze hebben daar YouTube Shorts. En dat zijn eigenlijk gewoon TikTok filmpjes, 15 seconden. Met muziekje, rechtenvrij onder. Echt gewoon een TikTok-kloon binnen de YouTube app. En ik ben nu heel benieuwd, en dat zitten ze nu ook wel te pushen in andere landen, dat korte video's tot 60 seconden opeens ook in de homepage een aparte shelf krijgen, dus een apart plekje. Maar je bent sceptisch, hoor ik. Ja, want eigenlijk, dat is wat TikTok is eigenlijk een... ik stelde de vraag vaak aan mensen, als jij je even filmt, welke app open jij dan? Nou, dat zou voor jongeren zou dat TikTok zijn, voor mensen Facebook, Instagram of WhatsApp. Nooit zegt iemand, als ik mij verveel een minuutje, ik sta in de lift, ik pak YouTube. Nee, want YouTube, daar ben je gericht naar op zoek naar video's. Daar blijf je langere tijd aan hangen. Dus die intentie is hoger. Ja. En dan heb je nog een ander uit. TikTok heeft een hele lage intentie, korte momenten vaak. YouTube zit daar tussenin. Iets langer, wat minder vaak per dag. En daarbovenin heb je eigenlijk nog Netflix, Videoland, de on-demand, waar jij echt heel gericht... Nou, zoals gisteravond, ik ga undercover kijken. Ja. Ben ik gewoon een uur, of hoe lang duurt het, drie kwartier? Ben super ik irritant dat ze binge-watching... Ze gaan nu net televisietje spelen, afleveringen. Ja. Uit principe ben ik dat niet gaan kijken. Ik ben nu 5 weken later begonnen. Ja, dus dat vind ik echt super irritant. Ja, dan moet ik de spoilers een beetje ontwijken. Maar YouTube probeert aan de ene kant dus Netflix te zijn, Videoland... Ja. Door YouTube Premium en oude series en nieuwe series, originals. En aan de andere kant proberen ze ook TikTok te zijn. Dus ze proberen eigenlijk... Van alle walletjes te eten. Van alle walletjes. En ik denk niet dat mensen daarvoor zitten. Juist YouTube heeft een hele unieke plek daarin. En hetzelfde zie je eigenlijk een beetje wat Instagram was ook een korte. Stories deden past daar perfect bij. Dus de TikTok-clones en de Reels. Dat zat er perfect. Maar IGTV, waar langere video's op komen, dat lukt dus niet. En ook dan heb je een distributieprobleem. Want mensen kunnen dat niet meer vinden. Een aparte app, hoe doe je dat nou? En dan zie je dat eigenlijk... Ook Instagram, hoe lang is IGTV al 2 jaar bezig en nog steeds niet massaal gebruikt. Dus eigenlijk zeg je schoenmaker, hou je bij je leest. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ja. Hoe ze dat. Ik ook met stories hebben ze erbij. Maar ik denk wel dat het. Je hoeft niet TikTok te zijn. Nee. Wat is het belang van grote influencers, misschien ook wel internationaal, die dit gaan omarmen? Denk je dat YouTube daarmee bezig is? Want ik kan me voorstellen als er meteen een paar karttrekkers dit gaan omarmen. Dus dat ze vast geld geven om influencers te laten doen en te pushen en andere zaken. Dus je hebt ook vaak een first mover advantage. Dus het wordt heel erg door het algoritme gepusht. Ja. Dat doen alle grote platformen. Dus als er nieuwe features meteen doen, kijken of je dan daar profijt van kan hebben. Maar ik denk uiteindelijk dat het niet past bij de manier waarop mensen YouTube gebruiken. E-commerce, past dat wel? Jij noemt het social commerce, als je volgende punt. Verkopen op YouTube. Wat zijn de plannen? Hoe gaan ze daarop inspelen? Ja, dat is wel interessant. We hadden net over TikTok. Die zijn China al veel verder mee. Ja. Wellicht kunnen we die link die ik had meegestuurd ook in de beschrijving zetten. Ja, vast. Andreessen Horowitz. Dat is goed. CEO-wise goed. Ja, CEO-wise heel goed. Maar wat het is ik denk dat social commerce, dus echt het direct kopen via sociale platformen, dat nu de komende tijd echt makkelijker gaat worden. Dus ook een vlucht gaat nemen. Want dat zie je in China en in Maar lekker uit, hoe gaat dat werken dan? Nou, stel een influencer doet een make-up tutorial. Ja. En dan kun je meteen met een klik in de app zie jij, dit is Maybelline. Die staat dan gewoon in de tekst eronder? Gewoon met een plaatje. Dus kun je opklikken. Net zoals met Instagram ook al heb je van afbeelding. En dan meteen shop en dan kun je afrekenen. Dus als ze dat integreren. En dat is dus het grote ding waar ze nu mee zitten. En dat is YouTube zit daar met shoppable ads. Dus je kan al advertenties erbij doen. Ze hebben ook, volgens mij heet het de Shoplook. Een soort aparte app waar ze mee aan het testen zijn met influencers.
Dat ze meteen die tutorials dat je meteen kan kopen. Dat eigenlijk het frictionless shopping. Je kan eigenlijk zonder meteen weer naar de webshop te moeten, kun jij kopen. Koppelen ze daar je Google Wallet aan, je Facebook, Instagram. Probeer exact hetzelfde met Instagram. Maar ook met TikTok. Ik verwacht dat die, als ze straks misschien, als ze mogen blijven bestaan in de huidige vorm, dat ze daar ook heen gaan. Dat je binnen de app kan kopen. En dat is in China dus al het geval. Dus daar zitten mensen direct te verkopen. Dan kun je een tutorial doen. En, heeft dit impact op spelers als in Nederland de Coolblues en internationaal de Amazons? Als dit uiteindelijk wel. Ik denk dat Amazon hier ook zelf mee bezig is. Dus die kijkt daar nou zeker naar. Maar het biedt aan de ene kant kansen voor hele kleine verkopers die nu ook al een Amazon op een platform moeten. Ja. Nou, dat kan ook direct met contact. Ja. Uiteindelijk gaat er altijd een percentage naar het platform. Voor die. Maar hoe bol.com of Coolblue hierop inspelen, dat weet ik niet. Want het is nogal wat. Mm-hmm. Maar daarom denk ik dat zo belangrijk voor hun is om een sterk merk te bouwen en loyaliteit te binden, dat je niet afhankelijk bent van die andere platformen. Wat een powerpartij, hè? Google ja. YouTube. Ja, absoluut. Ja, dat is wel een dingetje, hè? Toch? Ja, absoluut. Ik bedoel, ze hebben de kennis, ze hebben het geld om eigenlijk op die nieuwe dingen heel snel in te kunnen spelen. Ja. Maar de lokale technologische partijen dat niet hebben. En dat meteen op wereldwijde schaal uit te kunnen rollen. Ja. Dus... Je laatste punt dat je mee hebt genomen, de grootste Nederland, altijd leuk, lijstjes. Ja. De grootste Nederlandse kanalen, volgens mij Marketingfacts gepubliceerd. Ja, hij stond op Marketingfacts. Iedere maand willen we dat nu gaan doen, want die vraag krijgen wij, hoe groot is YouTube nou in Nederland? Wat zijn de grootste YouTube kanalen? Ja. Nou, dat hebben we nu onderzocht. Ja. En die gaan we is het een initiatief van jullie, dat lijstje? Ja. Okay. Ja, ik zeg maar zelf gewoon te promoten, maar als nummer 5 past. Dan dan mag je jezelf promoten als het inhoudelijk leuk is. Dan boeit het toch voor geen meter? Nee, dat klopt. Als je er maar helder over bent. Ja, maar een lijstje. Ja, we hebben gekeken wat is in augustus nou de meeste bekeken kanalen en wat zijn de meest bekeken video's. En dan de top 25 kanalen en top 10 video's. Ja. En als ik dat vraag aan mensen, wat denk je? Dan zeggen ze bijna altijd de influencer. Maar het is NOS Jeugdjournaal, die heeft de meeste views, 43 miljoen. Oh, echt? Ja, en Enzo Knol staat op 3 volgens mij. En het eerste andere grote merk daarna is de Telegraaf op 6. Hey, die doen jullie, hè? Ja, die helpen wij, ja. Ja, dus daarom noem ik hem ook. Maar de Jeugdjournaal op 1? Jeugdjournaal op 1, ja. Dus, wat zegt dat? Nou, ten eerste zit hun doelgroep echt perfect op YouTube. Dat zeker. Maar zij besteden ook echt aandacht aan. Zij zetten echt goede video's neer die aanspreken. Goede thumbnails, goede beschrijvingen. Een goed, duidelijk publicatieschema. 7 dagen in de week. Dus wat ik zelf zag, ik heb even in de data gekeken. De video's in het weekend en op woensdag, die doen het beste qua views. Maar ze publiceren niet alleen door de week, maar ook ze knippen die dingen los. Ja. En wat je ziet is dat het enorm... ze hebben zo'n archief. Alle oude video's genereren ook continu views. Ja. Dus... En ik vind dat wel een mooi voorbeeld. En NOS Jeugdjournaal, die zijn nu heel actief daarmee. Dat succes op YouTube heeft een wat langere adem nodig dan vaak op andere platformen. En het kost je altijd een paar maanden tot een jaar, zeg maar, als je die tipping point hebt. Zeker als je, zoals NOS Jeugdjournaal, doet goed in de zoekresultaten, maar het zal ook veel subscribers hebben en andere zaken. Dus, en ze zijn er echt met dedicated mee bezig, dus echt focus op. Ja, consistent en consequent en gewoon doorgaan. En ik denk wel als troost, hè, want ik zal nooit in het lijstje voorkomen met CVD-TV. Nee. Maar het is go big, go niche or go home een beetje. Hè? Ja. Van pak of inderdaad gaat voor de grote cijfers. Ja. Telegraaf zal die strategie ook hebben. Die strategie heb ik heel bewust niet. Sterker nog, jullie hebben mij wel gezegd, joh, sta je nou niet zo blind op alleen maar views. Maar ik zit bijvoorbeeld met hele lange kijktijden. Ja. Waardoor de engagement heel hoog is. Dus er is hoop voor mensen die denken, ja, maar ik heb helemaal niet zoveel views. Nee, absoluut. Niet erg te zijn, hè? Nee, laatst had ik ook wel een lijstje op de ondernemer geplaatst met 5 succesvolle ondernemers. Ja. We helpen ook kleine ondernemers. Fantastisch voorbeeld is Tuinmanieren. Is gewoon echt... Wie? Tuinmanieren. Ja, die hebben echt miljoenen views in totaal. Ja. Is gewoon Jurgen, een tuinman. Die was vroeger volgens mij op SBS6 of RTL4. Ja. Nu een eigen YouTube-kanaal. Die publiceert gewoon 1-2 video's over tuinieren. Gaat echt door het dak. Wat moet je doen in de maand augustus? Wat moet je doen in de zomer? Ja. Hoe snoei je een hortensia? Ja. Perfect. Die hebben ook geholpen om ook de optimalisatie. Maar gewoon een niche pakken. Daar zoeken heel veel mensen naar. Dus ook weer in Google Search komt dat voorbij. Ja, er wordt aanbevolen. Want Google weet dan. Hey, jij houdt van tuinieren. Dus ze bevelen dat soort zaken aan. Dat is wat je al eens eerder hebt gezegd. De categorie how-to-video's. How-to-video's. Maar dan op een
inhoudelijke, maar entertainende manier. Ja. Dus ik, ja, ik kan zelf helemaal niks in de tuin, maar ik blijf wel kijken, want ik vind dat hij het echt heel leuk doet. Ja. En, maar hij heeft ook een webshop erbij, Tuinmanier Shop. En als je ziet dat zij video's, die genereren ook gewoon continu verkopen in zijn webshop. Nog eens een keer. Dus aan de ene kant is hij best wel groot, maar laatst had ik van die 5 ondernemers, dat is een Nederlandse taalschool, Bart de Pauw. Die heeft echt ook miljoenen views, maar die doet dat en die, daar komen ook gewoon business uit. Een juriste, Charlotte Meijnersma, die deelt ook met vlogs en andere zaken. En zij zegt, ik had contact via Twitter dan met haar daarover. En zij zei, het vloggen, YouTube levert mij meer klanten op dan al die blogs die ik al jarenlang heb geschreven. Ja. Dus zeker voor niches, voor als, nou, er zitten vast die mensen bij zitten die expert zijn. Begin een YouTube-kanaal, deel je kennis. En uiteindelijk komen mensen, als jij de autoriteit bent, vanzelf naar je toe. Dus. De taal is beeld, dat is wel duidelijk. Ja, helder. Dankjewel, Peter Meentje. Okay. Voor deze, de eerste, wat mij betreft, veel meer die we gaan doen. We gaan het vaker doen. We gaan het vaker doen. En voor de kijkers, mocht je nou zeggen van, joh, maar dit wil ik wel weten als het gaat om YouTube. Dan stuur ook vooral mailtjes naar mij of reageer onder deze video. En laat weten van, joh, die gasten van 5PM, leg mij nou eens uit hoe dat en dat en dat zit. En sowieso, wat Peter al zei, zullen we alles wat hier besproken vind je terug in de beschrijving onder deze video. Zeg ik dat goed zo? Ja. Moet ik nou nog iets zeggen? Zeg maar. Ja, je mag er naartoe wijzen, want dat is het mobiel. Oh ja, naartoe wijzen hieronder. En dan vind je ook zo'n abonneerdingetje. Ja. En daar moet je dan ook op klikken. Ja. Voor nu, mijn naam is Ronnie Overkoffers, 7DTV. Dankjewel voor het kijken. Hoi.